Par le camp. Patrice de Jong. Hey, ik had het tegen u. Die stukken om mijn camion gaat jij betalen. Je hebt het expres gedaan. Zeg, maar wat gebeurt er hier? Ik was eerst. Hey, een tapas sur les nerfs, hein? Oh, hij spreekt Vlaams, zeg. Waar stond er geen ballen van? Avec des petits cons comme toi, je ne connais qu'une manière. Je leur casse la gueule. Aussi sec. Hé, hey, la, wat gebeurt er hier? Willen jullie wel eens ophouden? Die klootzak in mijn camion beschadigd. Wie gaat dat betalen? En ik was eerst. Nou ja, tegen jonge gasten kunnen het halen, hè. Als je me ziet afkomen, verandert van rijstrook. En doe vooruit met dat lossen. Je hebt geen goest om hier de hele dag van een tijd te verschaten. Meneer Maas. Meneer Maas, ik heb duidelijk gezien wat er gebeurd is. Ik denk dat meneer wel degelijk de eerste is. Precies, of je zou mij gelijk geven. Ik zal naar uw moeder bellen om dit incident te melden. De moeite er niet mee, je gaat u vuil maken. Je denkt dat je op die manier je klanten zult houden? Denk dan maar op iets anders, meneer Maas. Ik kan me niks schelen. Vanaf morgen rijk ik alleen nog maar internationaal. Internationaal. Zeg, en haast u een beetje, hè, wat ze wachten op me. Werd je nu bij, Marcel? Kunstmest? Stront. En zijn gedegradeerd met dat kleine camionnetje. Voilà. Ben je weer dronken geweest? Nee, was het maar zo. Wat, ziek? Ja, nou, bedacht, denk ik. Hey, Rob, joh. Hey, wat is zo bij jong dan ik? Pientje, Marcel? Ja, dat kan er altijd bij, hè. Waar is Leo? Leo, waarom? Ja, hey, je ziet, gaat toch ook niet achter zijn kat aan, zeker? Oh, wel nee. Ah, dan zou hij in een ander soort kroeg moeten werken, hè. Dank je. Toch niet liever een pintje, Rob? Nee, ik hou het hierbij. Als Gent, hè? Ah, die feestjes liggen me niet, joh.
Daar word je niet beter van. Zeg, als heb ik in de 40, wat moet ik dan zeggen, hè? Ja, ik hou er niet van. Hé, hey, hoe is het met jou? Goed, hè? Maar binnen een paar dagen zal het beter zijn, hè? Terug naar Joegoslavië. Tja, rond tijd te worden, ze. Had die klaar reizen lang op mijn voeten uit, hè? Jij alleen op de grote? Natuurlijk, waarom? Nou, nee, zomaar. Waarom gaat het, hè? Nee, niks. Zomaar. Maar kijk erop, ik weet het, hè. Leo probeert nu de grote reizen af te pakken, hè? Definitief. Als je iets weet, zeg het dan. Ja, Leo vertelt tegen iedereen dat hij alleen de grote reizen gaat maken. Dat is een vette jongvoer. Zo'n grote, dat is geen kinderkak, hè? Rijden, dat kan hem, natuurlijk. Zat er nog allemaal mankeren, zeg. Ik heb het hem zelf geleerd. Hij was 14, hè? En hij parkeerde de grote, hè? Alleen, in achteruit. Maar reizen, dat is wat anders, hè? Het is een snot opgebleven. En hersens heeft het er niet bij gekregen, hè? Jullie zijn allemaal veel te oud aan het worden voor mij. Pas op, hè, met die jonge mannen. Er is er geen enkele te vertrouwen, hè. Pas zelf, hè. Om mij te bedriegen moeten ze vroeger opstaan, niet schat? Marion, 4 pils. Twee voor mij, schoonmeisje. Nou, maak er dan maar 8 van, hè. Ik drink zelf ook nog wat eens. Zo, kunnen we? Daar staat de wagen. Ja, top. Oké. Niet te geweldig, hè. Hé, hey, Guusje, we zijn er, hè. Marcel, kom naar huis, hè. Hé, hey, Marcel, dat is mijn wagen niet. Nee, dat is die van Leo. Kom, je bent veel te dronken om te rijden. Ga naar de mijne. Op je gemak, hè. Ik zat. Zeg, hela manneke, je bent zeker op je kop gevallen, hè. Van die paar pintjes zeker, hè. Zeg, aan de Turkse grens, jongen, dat is hier wat anders, hè. Dan ga ik ouwe horen, hè. Zeg, maar zo kijken, hè. En kijk. Zeg, voilà. Zo kijken, hè, jongen. Dat in uw remmen, hè. Hopla, ja. Daar gaat uw camion. Moet Marcel aan de brek, hè, jongen. Oh, ja. Oh. Ja, ja, maar Leo, hè. Nee. Dat snap ik wel. Ik zal jou wel recht houden. Zachtjes, jongen. Hij zegt dat. Wat voor een camion is dat nu? Zeg, dat is mijn camion, godverdomme. Nee, je bent toch te bezopen? Die camion van jou komt wel thuis. Maar een camion alleen, zonder chauffeur? Een camion zonder chauffeur, hè? Dat is de vent zonder gloed. Ik word er niet open, kom. Marcel, blijf nou even zitten. Waar woon je? Welk nummer is het? Oh, zeg, ze maken die camions zo hoog, hè, tegenwoordig. Marcel, wacht maar even. Ja, je hebt wel een ladder nodig om eruit te kruipen. Hop! Zeg! Hey. Hey! Zeg, weet je wat ik nu gezien heb, joh? Een camion met een computer. Allemaal lichtjes. Een beetje op de buren, zeg. Precies, de kerstboom. Kom op. Ja. Zeg, de computer, godverdomme. Zeg, straks doen ze het nog zonder chauffeur, hè. En een camion zonder chauffeur, dat is een vent zonder kloten. Waar gaat dat naartoe, Henk? Waar gaat dat naartoe? Dat kan de Leo het ook beter vergeten, hè. Rustig dan maar, gaan we even staan. Ja. Rustig. Zeg, hoe ben ik nou thuis gekomen? Heb je een portefeuille of zoiets? Portefeuille. Oh, yeah. Verdomme, Marcel. Sorry. Ja, sorry hoor, mevrouw, maar mijn vriendje. Ik ben zat.
Ja, dat zie ik. Ja. Oh, dat is mijn maat Henk. Goedenavond, mevrouw. Ja, ja, het is goed. Rust, jong. Weer in de weg, hè. Weer in op pensioen. Maar wie blijft erover? Van deze hier, hè. Ja. Je moet maar niet de pest in hebben, hoor. Pest in hebben, pest in hebben. Denk je dat hij daar nuchter van zal worden? Wie zei jij? Henk. Ik kon hem maar beter thuis brengen. Waar zat hem dan? In het baancafé. En die pinten zullen zijn problemen oplossen, zeker. Allee, toe, blijf er zo niet staan. Kom binnen, kom. Het zal nog zo ver komen dat het zijn werk helemaal kwijt is. Ja, dat is toch goed, hè? Als ik hier werk niet meer heb, dan ga ik sigarenbandjes verzamelen. Henk, ik ben geen kind, hè? Weet je dat? Ze denken dat ik ze niet door heb, hè, die hele klik. Ze denken dat ik een oude zak ben, hè. Maar ik raar verdomme nog zo goed als ga, weet je dat? Het is toch niet omdat je oud wordt, hè, dat je niet meer kunt rijden. Weet je wat dat is, joh? 20 jaar goed vervoer. En dan in zo'n denkietoy moeten rijden. Van bommers kopten op hun rent. Maar de Leo zal me niet hebben, er verdomme. Hij zal met zijn poeten afblijven van die grote razen. Let op, Marcel, ze geeft het niet. Hier, ze drinkt uw koffie. Ja, ze in ieder geval bedankt, hè, jongen. En wat doen we nou met zijn vrachtwagen? Die staat nog bij het baancafé. Ik zal wel eens naar Bertha bellen. Henk. Ja? Marcel spreekt, ik wil zo. Zeg, Bertha? Bertha, dat is mijn moeder. Ik ben Elga. Wist ik dat Bertha nog een dochter had? Meestal wordt er alleen over mijn broer gesproken. Heb jij niks anders te doen, jongen, dan zat de chauffeurs naar huis te brengen? Ja, ik had wel even de tijd. Ik had ook niets goed te maken bij Marcel. Oeh. Ik heb toen toch ooit het zeil van zijn wagen kapot gereden. Oh, jij zit in een doordouwer. Ja, dat was ik, ja. Ik wil me nergens mee bemoeien, hoor, maar vertel het maar niet aan je moeder over Marcel. Nee, dat was ik ook niet van plan. Zeg, waarom doe jij eigenlijk al die moeite? Marcel is toch een vriend van mij? Van mij toch ook? En hij is gewoon bang voor zijn toekomst. Wat wil je? Al die geruchten over Leo. Welke gerucht? Nou, dat Leo hem zijn grote reis wil afpikken. Het is mijn moeder die daarover beslist, hoor. Maar blijft Leo op de grote? Ik denk het wel. Nou, dat zal Marcel niet leuk vinden. Hier zijn de sleutels. Of zullen we nog even wat gaan drinken? Een andere keer misschien. Bedankt voor de moeite. Tot nog eens. Ja. Lukt dat wel? Zeg, ik was 15 jaar toen ik de grote voor de eerste keer binnenreed. Wat zou het niet gaan met zo'n kleintje? Maar 46. Is toch nog niet oud. Moet die nu al stoppen? Hij gaat er aan kapot, hè, Bertha. Ja, ik zet hem toch niet buiten, hè, Gustav? Nee, 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 maar toch zo goed als, hè. Hij heeft dat hiermee opgebouwd, hè. Deze zaak is zijn leven, hè.
Vroeger dronk hem nooit, Marcel. Hij drinkt nooit. Nee, dat ik het nog gedaan. Dat zeg ik niet, hè. Als je misschien af en toe ze nog eens met de grote kon rijden, hè? Het zijn toch juist kinderen geweest. Dus. Bertha, alsjeblieft, pak hem zijn speelgoed niet af. Kan ik de leeuw niet achteruit zitten, hè, Gusten? Probeer dan eens te verstaan, dat is mijn zoon, hè? Verwacht. Laat is het nu? Laat. Maar bij Bertha geweest. Leo gaat de vracht overpakken. Hoe is het in godsnaam mogelijk om zo de beest uit te hangen? Ik hoop dat ik me geamuseerd heb. Oh, godverdomme, met een camion. Die moet er nog staan. Henk heeft er al voor gezorgd. Wie? Oh ja. Zit verkeerd. Marcel zaagt niet. Wat moet jij erop hebben? Oh, dat is allemaal hetzelfde. Zeg, ken jij met een zak? Geet morgen vanmorgen. Zijn jij wel zeker dat je vertrekt? Wie anders? Het is nog net van een leeuw, zeg. Bert heeft nog altijd niks beslist. Wat bedoelde? Dat is nog altijd niks beslist, hè. Weet je dat? Zijn er geweest? Oh, godverdoms gestomme truut, waar bemoeit jij je eigenlijk mee? Denk je niet soms dat ik mijn eigen boontjes niet kan doppen? Doppen? Stempelen, ja? Dat is wat er zal gebeuren als jij niet oppast. Als er met Bertha moet geklapt worden, nee, dan kan ik dat zelf doen. Dan kan ze direct de beslissing nemen. Is in orde vanmorgen? Ja, ja, hij zal het wel halen. Maar daarna moet er grondig nagekeken worden. Niet te veel met de gaspedaal spelen. Wat mankeert er aan? De kleppen? Niet alleen dat. Een andere chauffeur. Ja, ik zorg wel dat hij mee Joegoslavië raakt. Maar godverdomme, zeg, waar is dat in nu weer? Ja, het is elke dag hetzelfde. Als ik het er vandaag op zet, dan is het er morgen weer af. Ik laat dat nu maar zo. Hé, hey, hey, zeg, nou, Joegoslavië mee in de spiegel, dat kan niet, hè? Ja, je hebt gelijk. Ik zal er hem straks op. Marcel, nuchter? Zeg, heb je de camion al gezien? Die spiegel aan de rechterzijkant. Nee. Waar is Leo? Die is een vracht gaan leveren met een kleine camion. En daarna gaat hem naar Rijmakers. Is Bertha hier? In de keuken. Marcel! Hm? Onze moeder weet er niks van, hè? Van die camion. Wat zegt hij? Het is beter om er nu niks over te zeggen, over die affaire met die camion. Allee, wat bedoel je nu? Oh, zeg, sorry. Zeg, Marcel. Uitgeslapen? Rijmakers heeft al twee keren gebeld, hè? We hebben gezegd dat we die kunstmest binnen het uur zouden leveren. Maar dat is wel 2 uren geleden. Leo is nog niet terug. Die zal wel komen. Ja,
flauw doen, hè? Drink dan eerst nog iets. Ik heb geen tijd. Zij tot een baas? Of niet? Ik had gedacht van de Leo te sturen. Wat denkt u ervan? Je weet wat ik ervan denk, Bertha. Hij is te jong. Maar hij moet eens een kans krijgen, hè? Heb je de grote nog gezien sinds hij er meer uit? Die camion die werd oud, hè. Die camion is niet oud, Bertha. Maar Leo moet nog veel leren. En dat heb je eerst eens een camion verzorgd. Dan moet je goed luisteren, hein, Bertha. Een snottaap zonder respect voor zo'n camion, die stuurt je niet op lange reizen. Zeg, nog een telefoon van Ruimakers, hè. Hij vraagt of het hem soms een camion moet huren voor ons. Als de Leo terug is, hè, dan zal de Marcel gaan. Dat is een grote chauffeur, een respect voor zijn camion. Waar zit hem? Ja, ergens onderweg, Helga. Hij zal wel komen. Zeg, moeder, de klanten wachten. Hè. En als ze het beu zijn van te wachten, dan zijn we ze kwijt. Hij zal wel een gisteren goeie... was dat Bastien, morgen is dat Ruimakers. Ik zeg dat hem wel een goede reden zal hebben om een beetje te laten komen. Ja, ja. Monique. Ja, ja, doe er buiten, Marcel. Trouwens, ga me het niet te veel zeggen, hè. Oh. Ik wacht buiten tot meneer terug is. Zeg, moeder, nou vind ik toch dat je een beetje... Ja, ik weet het, Elga. Maar hij heeft het zelf gezocht, hè. En die kon ik de Leo niet achteruit zetten voor de Marcel, hè. Wie vertrekt er nu morgen? De koning van Pruisen. Nou, zeg. Ik heb een naam nodig, hè, voor de formulieren. Ja, ik weet het nog niet. Dan ga ik Marcel opschrijven. Nee, heb je wacht. Krijg je nou, zeg. Als je dan toch de baas bent, waarom rijden dan nog met die vuil camions? Zo beter met je tijd en met je geld iets anders doen. Ah ja, en wat dan? Mij niet zo laten kuisen. We zullen samen een disco kunnen opendoen. Ja, daar droom ik van. En als jij mij graag zou zien, dan zouden mij niet zo uitlachen. Onnozelaar. Maar als moeder. En Elge? En Marcel. Niks te Marcel. Tut Marcel. En als moeder kan ik overtuigen. Maar Elge en de zaak. Jij bent toch de baas? Ja. Ah, wel dan. Ik zal er eens over nadenken. Zorgens wel. Landwacht, godverdomme. Kom eens op kloot. Je weet wat we kan omvergen, zeg. Ah. Hoe was het bij Monique? Oh, god, oh, god, oh, god. Die is een tamtam al geweest, ja. Door uw schuld is Marcel te laat, hè. Waarom heeft hem de grote ingenomen? Ik kan zijn oogappel toch niet missen? De grote wordt nagekeken. Verdomme, zo wil het niet gereden dat de chef er al heel de morgen aan bezig is. Elge, is het genoeg? Ga ik zelfs niet meer te doen? Nee, ik heb niks anders te doen. Je weet toch dat de klanten weglopen? Hola, wat heeft die gefred, zeg. Je mag het me niet gemakkelijk, hè. Sinds dat ik het leger terug ben, hè, is iedereen tegen mij. Nou, ik krijg hier geen kans. Oh, jij krijgt wel een kans. Hij doet hier lang. Ik laat me niet doen, hè. Ik loop wel aan mijn voeten.
Voorbij, later zal de firma toch van mij zijn. Zover zijn we nog niet, hè? Bertje, we zouden moeten uitbreiden. Meer camions hebben. Ha, en waar halen we het geld? Een disco. Ha, een disco? Ja, dan disco, disco. Hey, ja. En we vragen Monique erbij, want die kent er iets van. Monique van wel een piekje. Je zult de centjes toch wel eens horen rozen, hè? En met dat geld kopen we een nieuwe camion bij. En wie gaat daar dan mee rijden? Want een camion moet rijden, hè, jongen? Om je toe te brengen. En als je dan nog veel kalanten verliest, hè? Kunnen we sluiten. Je zit flauw! En jij bent nog een kaste kind. Een bebé. Ik ben beu, hè? Dat zegt dat iedereen tegen mij. Geen rook zonder vuur, hè, manneke? Wou, ik moet er dan wel zijn? Zo, dat is Marcel zeker. En wel, die is stout om te weten. Marcel is de... Doe dat thuis! Zo Piet liggen op de grond! Doe dat weg! Marcel is niet uit, hè? En denk erom dat we hem veel verschuldigd zijn, hè, ja? Maar allee, zie je dat dan niet? Leg het weg, zeg ik! Marcel wil mij kloten. Zeg toch geen woord, ik kan er niet tegen. Marcel wil mij eruit zo gooien. Hij denkt dat heel de firma van hem is. Dat is nu waar. Wat, oh, Bertje? Zeg, Leo, met mugsen, hè. Hier. Zorg dat je morgen vroeg op tijd opstapt. Je zak staat al klaar. Zeg, ik. Ja. Naar Joegoslavië. Ja. Je weet het. Ja. Dat je? En je stopt om te eten, hè? Ja, en heb ik een proper zakdoek bij. En ze mijn moeder gewassen. Wat is dat? Wat is dat? Stukken. Ik zal een cadeau meebrengen. Ja, dat moet het dan. Dat deed de Jos ook altijd. En de Marcel er nou ook nog een tatje. Ja, maar dat deed hem dat ik verliefd was. De Marcel eet het niet gemakkelijk, zijn jongen. Denk er altijd aan dat hem tezamen met onze vader eerst die zaak is begonnen. Hè. Vergeet dat nooit. Hè. Nooit. Rijmakers was razend. Dat kan ik mij inbeelden. Zal ik hem ook maar van de lijst schrappen? Nee, nee. Ik heb het gearrangeerd. Je ziet er niet gelukkig uit. Ruzie met ons moeder altijd. Moet niet te hard zijn voor uw moeder. Ze heeft het moeilijk. Haar ogen zullen nog wel open gaan. Hoe zit dat nu voor morgen? Leo rijdt. Leo. Sorry. En welke uur vertrekt de camion? 8 uur. Waarom? Zomaar. Wat ga jij nu doen? Mijn valies maken. Wat is er gebeurd? Waar zijn mijn hemden? Zit, waarom zijn je zo opgewonden? Maar Joegoslavië afpakken zeker, dat zullen we nog wel eens zien. Oh nee.
Och, het is misschien maar voor één keer. Weet jij wat dat betekent? Het is toch normaal dat ze er zo'n voortrekt? Ja, ja, en mijn rechten dan? Ik heb die zaak helpen opbouwen, verdomme. Weet je nog hoe dat we begonnen zijn? Maar dat is 20 jaar geleden. Ja. Maar en erbij, vroeg of laat is die zaak toch voor hem? Hij wil mij op een zijspoor zetten. En daarbij zijn manier van doen staan me niet aan. Als die wil, dan kan die alles. Is Leo al weg? Marcel, wat doe je hier met die raaszak? Ik had het toch gezegd, hè, Marcel? Ik heb maar niks gezegd. Natuurlijk heb ik het. Als je iets weet, dan is het van Elga. Och, weet dat je de Leo niet kunt houden. Dat mag je niet zeggen. Maar als al later hier een bal zou hebben. Dat is mijn eigen zoon, schat. Ik zal hem vakleren. Wat nu? Ik heb er nog eens over nagedacht. Ik ga er mijn gemak van nemen. Vandaag ben ik vrij. Is er iets gebeurd bij Bertha? Dacht dat jij al lang in Joegoslavië zat? Laat me nu eens gerust. Hele, niet op mij uitwerken, hè. Ik met dat strandkamionnetje rijden, zeker. Gaat er dan weg? Kun je nog wel een andere baas vinden, hè? Maar hij is een bekwame chauffeur. Zeg, als we nu zelf eens een kamion kochten, hè? Van wat? Papier schrijven? We hebben ons huizenke toch? Uh-huh. Wel, weet jij wat voor een kamion je daar gaat verkopen, hè? Zo in is, hè. We kunnen toch bijlenen? En voor de bank rijden? Oh, voort. Wel, wat ga jij doen? Ik ben oud, hè. Ik ben afgeschreven. Ik ga vissen.
Juist voor Geel. De remmen, denk ik, hè. Maar godverdomme, dat is toch mijn schuld? Niet Marcel heeft hem kapot gereden. Elga, verwittigt zijn allemaal. Ik verdom het. Doe het zelf, grote routier. Rikske, cognacje. Cognacje, jongen. Zijn we? Jongens. Agnes? Het is Bertha, hè? Is de chef thuis? En hier komt hem thuis. Nee, ik zal mijn plan wel trekken. Dag, hè? En wel, wat gaan we nu doen? Zijn niet veel keus meer, hè? Marcel, even alles vergeten, hè? Als tot in Geel. Een oogappel staat in pannen. Bij Geel. Dat kunnen ze mouwen. Wat ga je doen? Op mijn parking bij Geel. Zeg, je gaat er toch niet naartoe, zeker? Met de grote die in pannen ligt. Omdat meneer Marcel hem zo goed verzocht heeft dat hem nu kapot is. Marcel? Natuurlijk ga ik er naartoe. Kan me de grote toch niet in de steek laten? Dus jongens, eentje voor de zijn we. Dat zijn toch goeie kamions, ja? Rick? Mannetjes, dat komt van de klotenchauffeur, hè. En pas op, hè. Dat is maar niet eens een reis met hem deze. Dan zoiets tegen. Allee, dat is weer al een dag later thuis, hè. Nochtans, dat zijn goeie kamions. Marcel, ik dacht dat de chef ging komen. Wat doe jij hier? Snopneuzen uit de knoei helpen. Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Het begon warm te lopen. Dat zijn de sleutels van de kleine. Ga je op naar huis terug. Wat wil je dat zeggen? Dat wil zeggen dat jij terug naar huis gaat en ik naar Joegoslavië. Zeg, wie denk je dat jij bent? Jij bent maar een chauffeur, hè? Ik ben nu een baas en je moet dat nu eens eindelijk begrijpen. En het is de baas die zegt wat er moet gebeuren en niet andersom. Verdomme, ga maar een baas. Hé, hey, hond, ja. Commanderen, hè, dat kan iedereen. Maar repareren, dat is wat anders. Nee, ja, kom. Die camion moet zo vlug mogelijk weg, hè. Dus als jij me die sleutels niet geeft, dan zal de baas rap failliet zijn. Wil ik me bang maken? Nee, gewoon. Die camion moet weg, jongen. Hey, kom, de sleutels. Ben je zot geworden? Wat krijg jij nu? Ik ben een baas en ik zeg wat er moet gebeuren. Baas of geen een baas, je verstaat het niet. Wat er hier gebeurt, dat heeft met baas en niks te maken. Het is alleen maar iets tussen jij en ik. Ha, iets tussen mannen zeker, hè? Jij wilt te veel, Leo. En te rap. Oh, Marcel, repareer die camion en... Oh. Leo, ken de sleutels? Zie je het, Leo? Thank you.
afsluiten. Hij is nu op de E39 richting Luik. De klacht wordt ingetrokken. U moet gaan. Alsjeblieft. Wie had dat ooit gedacht, Bertha, dat we elkaar hier nog zouden zien? Spijt me, Marcel. Zo heb ik het niet gewild. Als onze Jos er nog moest zijn, dan... Als de Jos er nog moest zijn, dan zouden we er eens om lachen. En een pint pakken. Maar nu kan dat niet meer. Marcel, de zaak heeft u nodig. De zaak? Wie is dat, de zaak? Huh? Wie is dat? Zeg de gij dat? Die alles uit handen geeft? Is dat Leo? Die al het werk van 20 jaar kapot rijdt in een tijd van niets? Of is dat Elga? Die al het werk doet en er maar bij zit als het vijfde wiel aan de wagen? Marcel, ben er niet gerust in. Tja. Dat komt een beetje laat, hè, Bertha. Nee, ja, ik ook. Ik ben er ook niet gerust in, Bertha. We zijn oud aan het worden, jong. En de zaak ook. Ze moet veranderen. Maar als het moet gebeuren op die manier, dan wil ik er niet meer bij zijn. Dan geef ik mijn ontslag. Maar dat is nog zo jong, Marcel. Je moet hem vergeven. En je hebt dat ook nodig.